Aangekomen in chapter 8 gaan wij ons weer laten uitdagen. Bijzondere posters. Cosmos. Hey, how many times do I have to tell you to be careful? This artifact is priceless. We can afford to lose it. I had my fair share of adventure in such an artifact. But this place takes a cake. The artifact here are truly one of a kind. I'm interested to know what secret this place holds. Senor, you wouldn't happen to have any intel on this spot, would you? Ben nog niet, wij komen net binnen, jongen. Hey, did you guys hear that? Sounds like someone or something is crying nearby. I have a feeling that we are not alone here. If we said it's true, there are dangerous imp monsters following in this part. Dangerous imp monster. Let's stay alert and stick together. A dangerous imp monster. Hier moet ik omhoog. De enige route. Dus dan gaan we die maar gebruiken. Een hoop slijm hier. Ja, hier ligt een kistje, die nemen we maar mee. Die zorgt ook voor schaduw, dit kistje. Vrolijke kindertekening. Yes. Weer zo'n monster. Ah, die ook kan springen. We zullen dus moeten zien te ontkomen aan dat monster. Het feit dat ik dit blok kan meenemen, dat zegt ook al wat. Hij kan niet zo hoog springen, denk ik. Nee, het is nog een vlieg. Tjoep even mee. Daar was dan toch dat kistje voor. Nog zo'n beest. Moet ongezien blijven, denk ik. Oh. Gevaarlijke springbeesten. Daar rechts is een knop. Is een briefje. Maar die deur zit dicht hier. Oké. Ik denk dat ik dat beest in dat gat moet lokken. Ja, ik moet niet op zijn kop springen. Oeh. Haas maken. Ja, ik moet daar haast maken, zodat dat beest op die knop springt. En ik moet dus ook mezelf daar naar boven trekken. Dat moet ik snel doen. Die toetscombinaties vereisen snelheid. Die ik niet voor elkaar krijg op de een of andere manier. Ik moet grijpen en meteen weer schieten. Schiet, grijp. Ja, dit is hem. En nu is dat beest daarin. En dan denk ik dat ik nu dus wel ook daar naar boven zou kunnen. Waar het niet dat ik niet meer nu naar boven kom. Hm.
Nee, dat is gek. Nou ja, dan niet. Wat is dit? Hier is voor de liften. Die andere is dan denk ik voor de knop. Let op. Ja. Hoe gaan we dit doen? Die choepen we mee. Wat is dit dan voor knopje? Ja, hier moet dat beest op. Dan zullen we met de rechterlift naar boven moeten krijgen. Denk ik. Hoes? Hij bespringt mij dan alsnog. Hij moet omhoog. En hij moet op die knop, ja. Dit was goed. Wat is dit voor een enorme mainframe? Kan hier niks? Er wordt ook niks verteld qua lore. Ah. Er zijn ook weer rode stekels. Hij ziet mij niet, lijkt het. Hij gaat ook dood in die stekels. Dat is goed om te weten. Hij gaat ook dood in die stekels. Er zijn hier twee knoppen. Die is van de lift. Ik neem aan dat ik daar de kist op wil hebben, op de lift. En dan druk ik op de verkeerde knop. Dat is niet verstandig. Ik doe het toch. Kijk, dit kan. Trek ik hem nu naar me toe. Kan ik er overheen. Ja. Oh, dit lijkt mee te vallen, dit level. Hij springt de dood in. Lijkt me niet zo handig. Ik allebei de knoppen moet hebben. Thank you.
allebei de knoppen moet hebben, dan is het niet handig dat... dat beest zichzelf de dood inspringt. Ik zal een manier moeten bedenken dat het beest via rechts op dat ding links springt. Hallo. Oh, dan springt hij weer terug. Springt hij weer terug, dat is ook niet de bedoeling. Lekker. Even kijken, hier heb ik geen beesten, alleen maar een kist. Die wij met een bijzondere trektechniek hier langs gaan brengen. Het is dus of de lift of de deur. Of de lift of de deur. Kan ik die jump maken als ik die kist hier heb? Als ik gewoon die kist hier neerzet, kan ik dan die jump maken? Ja, niet als ik niet op de springknop druk, dat sowieso niet. Voorzichtig. Nee, dat kan niet. Dus. Ja, dus moet ik hem met beleid laten vallen. Maar wel met de manier die ik aan het begin gebruikte. Is mijn gedachte. Dus ik ga hem hier zo omheen doen. Dan ga ik hem met beleid. Kan niet, denk ik. Dan had ik daar bij moeten staan. Ja, dat kan niet op deze manier. Nee.
Als ik daar bovenbij ga staan, dan kan ik hem met beleid laten zakken, denk ik. Dat wordt dan ook de techniek die ik wil gaan toepassen. Dus plan A is, haal die kist hier naar boven. Dat is plan A. Plan B is laten zakken met beleid. Sticky keys, ga weg. Daarom had ik die knop ingesteld op een andere knop. Ja, staat op shift. Ik had hem in eerste instantie ingesteld op E. Ja, maar dan kan dat wel. Ik krijg geen sticky keys. Eerste kist omhoog. Dan zeggen we hier, kom. En dan nu zonder raar te doen. Waarom breekt hij daar nou? Weet ik niet. Waarom breekt hij daar nou? Lijkt me toch een goede tactiek. Ik druk nu wel steeds op shift, omdat ik gewend ben aan die knop. Kijk, dit kan. Zie. Geef hem even wat tijd om te vallen. Dat hoeft niet eens. Ik haal hem even omhoog, dan is het veilig. Oké. Dan is het veilig. Er is weer een monster. Oeh, het is een duw monster. Waar ik voor weg zal moeten rennen. Monster is dood. Kistje gaat met mij mee naar boven. Is dat de bedoeling? Weet ik niet. Hey, hier is weer een vriend, maar ook een dood beest. Greetings. Are you also seeking refuge from the monsters? Ja. What brought these monsters here? I'd rather not run into them again. Looks like we've hit a roadblock. The path ahead is completely flooded, so we'll have to find an alternate route. Drie kisten. Hier staat alles onder water. Sunken Warehouse, dat is nog steeds chapter 8.
We kunnen zwemmen, want we zijn een kikker. Lekker hoor. Uitkijken dat ik niet in die stekels zwem. Ik denk die kist moet hier tegenaan, maar hoe? Nou, gewoon vasthouden terwijl ik zwem. Ah, dan blijft hij kort. Ja, good to know. Hoppakee. Oké. Dit gaat toch allemaal wel redelijk vloeiend. Ik moet hem daar tegenaan houden en dan vastmaken aan het gras. Dat is het. Dan zeggen we kom. Kijk, vastmaken aan het gras en dan door. Dat is dit weer voor donkere ruimte. Die is voor de deur. Komt hij daar? Komt hij daar? Deze moet uiteindelijk hier uitkomen. Thank you.
Hoe gaan we dat doen? Ja, deze kant moet ik hem dan trekken misschien. Ja, gewoon stap voor stap. Lekker. Stap voor stap trekken en doorzwemmen. En zo komen wij in chapter 9. Daarmee hebben we chapter 8 dus afgerond. En kunnen wij hier ook deze video afronden. Dan gaan we jullie in het volgende hoofdstuk zien. Chapter 9 in de volgende video. Dus bedankt en graag tot dan.